Hallo. En welkom bij Dynamite Magic Shop, productupdate nummer 92. René is weer terug van Zuid-Korea, van het vissen. Ja, en dat was een belevenis. Potverdikkie, we hadden een mooie rondreis ervoor geboekt. Je hebt in Nederland heb je de NMU, Nederlandse Magische Unie. Zeg maar de KNVB van de goochelaars, zeg maar. En in Duitsland heb je de Magische Cirkel van Duitsland. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan in Duitsland. Daar ben ik toevallig ook lid van. Of toevallig, ik ben er lid van geworden. Van daaruit organiseerden ze een complete reis naar het Visum. Waar je kon opgeven en organiseerden een rondreis van tevoren, een paar dagen extra. Want het Visum was in Busan, dus rechtsonder in Zuid-Korea. Dat was een rondreis met Seoul en Gwangju. Zag je alle mooie bezienswaardigheden een paar dagen van tevoren. En dan ging je naar het Visum. En na het Visum ging je weer terug naar Seoul. En dan had je nog een dag rondleidingen en dan weer naar huis. Dus we hebben meer gezien dan alleen het Visum. Maar ik moet zeggen, ik heb veel congressen gezien natuurlijk al, omdat ik overal toch wel sta als dealer. Maar we zien nooit veel van de, in ieder geval zo niet van de wedstrijden, want die zijn vaak overdag. Wel van de gala's. Maar wat ik hier heb gezien op de hele Visum, nou, niet normaal. Het klinkt veel overdreven, maar het is echt niet normaal. De mensen die er geweest zijn, vraag zich rust, die zijn het absoluut met me eens. Wat daar gebeurde, leek af en toe ook een tovenarij. Echt. En ik weet best veel, we verkopen veel, we weten veel geheimen. Maar met mij heel veel goochelaars zei echt van, wat hier gebeurt, dat is gewoon niet normaal. Ja, je hebt het mij al een paar keer verteld, ja. Maar ik ben er niet bij geweest. Echt. Ik bedoel, er was een oudere act, zeg maar, die zat in een galashow. Waarbij iemand uit het niks, zeg maar, een ring vormde. Dus je kwam uit niks, kwam een ring. Ik heb je een filmpje laten zien. Zoek maar eens op Sand Illusion. En als je dan een cabaret intikt, Sand Illusion Cabaret du Monde, maar daar was hij ook bij. Kijk dan maar eens, heb je een beetje een idee welke sfeer daar hing en wat daar allemaal te doen was. Qua acts. Maar af het idee, hij produceerde een hele grote ring, een Chinese ring. En daarna verpulvert hij hem helemaal, valt hij uit elkaar. Dat is niet normaal. Ook manipulatienummers aan onze Nick Takers ook. Super goed gedaan, heel mooie act. Lodewijk ook, ook een mooie act trouwens met een kaart die... Ja, te veel om op te noemen. Ook goed gedaan. Zippo met zijn act. Allemaal aangemoedigd, ook heel erg leuk. Ja, en het was echt gewoon, 's morgens vroeg had je van 8:30 tot 12:30 toneelwedstrijden. Dus bomvol met allemaal acts. Had je volgens mij tussen de 18 en 20 toneelnummers. Dan had je 's middags had je close-up wedstrijden. Dus dat begon om, ik gok even, weet niet meer, 1 uur. Zo 1 uur tot 4 uur zat je, of 4:30 de close-up wedstrijden. Dan had je snel eten. Als je niet nog een lezing wilde meepakken, die waren ook tegelijkertijd nog. En om 7 uur had je vaak een gala tot 9 uur. En om 9 uur begon weer een one-man show tot 10 uur. En om 11 uur begon weer een one-man show tot 12 uur. En zo 5 dagen lang eigenlijk. Ja, dat is bizar. Echt bizar. Maar goed, ik ben weer terug. We hebben ook mooie dingetjes daar op de kop getikt. Die zijn al een aantal op de site verschenen. Er zijn er ook alweer uitverkocht. Dus die gaan we nieuw regelen. Dus die gaan we nu ook niet laten zien, want die hebben we niet meer eens meer. Zo snel gingen ze de deur uit. En een van die dingetjes... Ik kan hem laten zien natuurlijk. Is dit. Leon, als jij zou willen, zou jij deze kaarten even, trouwens laten zien, van Kasperis, zou jij de kaarten even willen schudden? Jazeker. Kijk eens. Even, wacht, ik heb hier trouwens een blokje nog, ik zal laten zien. Een post-it blokje, zie je? Posterblokje. Ze zijn allemaal, ik zal het even zo doen, is beter om te zien. Ze zijn allemaal verschillende pagina's in. En op die pagina staat, ik zal het beter doen, beter. Het is allemaal een getal, zeg maar. Hier 43 harte boer, 22 ruiten aas. Allemaal verschillende getallen en verschillende kaarten. Duidelijk, hè? Okay. Jij mag gewoon ergens, zeg maar, riffelen zo en ergens openmaken. Waar je zelf. Ja. Heb ik. Mag je openvouwen? Mm-hmm. Wat heb je gepakt? 6 schoppen boer. 6 schoppen boer. Zou je zelf een kaart willen pakken? Ik krijg het geld niet aan. En we gaan op zoek naar de 6e kaart. Mag je een beeld omhoog delen over? 1, 2, 3, 4, 5. 6 en welke kaart zou het moeten zijn? Schoppen boer. En voor het idee, alle kaarten zijn echt verschillend. Dus met een geschutspel doe je eigenlijk een, ja, dat is een any card at any number. En het is ook meteen weer gereset. Dit is de Akan, oftewel afgekort van any card at any number. Ja, moet ik even denken, heet dat Akan Impossible, weet hij?
Ik denk dat het helemaal nieuw op de website. Staat dat in Hamburg? Is het goed? Ja, Akan, ja, volgens mij Akan, of Akan bij Himitsu Magic. Zo kan hij op de site staan, maar als je erop zoekt, je herkent meteen de foto ook. Kost €16,50 met instructievideo. Gebruik je eigen kaartspel, willekeurig kaartspel. Je krijgt het speciale blokje wat je zelf even kunt voorzien van de getallen en van kaarten. Met instructievideo. Ja. Voor €16,50 vind ik echt, vind ik een, persoonlijk vind ik dat een koopje. Mm-hmm. Toch? Dat was nummer 1. Nummer 2. Oh, nummer 2. Ja. Het mooiste is, soms kun je uit het niets een munt produceren. Dat is wel mooi, vind ik. Dat vind ik zeker mooi. Soms kun je die munt ook, als je wil. Is het een dollar? Ja, okay. Ja mooi. Ja, een dollar. Soms kun je zelfs nog een munt erbij produceren. Ja? Heb je $2. Ja, $2 eigenlijk. $2, oké. Okay. Het mooiste, als je wil, kun je die munt hier erbij zetten. Mm-hmm. Uit de $2. Ja. En nou hebben we er... $3. Soms kun je $1 aan René geven. Dan verdwijnt hij. Helm nog 2. Let goed op. Pak er weer $1. Kun je ook helemaal laten verdwijnen. En dan blijft er nog 1 over. En als René die even vasthoudt, dan verdwijnt hij ook. En deze truc heet Tuk. En Tuk. Ah, Triple Tuk. Triple Tuk. Triple Tuk. Een Triple Tuk kost €119,50. Heel mooi gemaakt. Komt met heel veel video's. Belangrijk te vermelden is wel, je noemt nu 119,50, dat is voor de dollar versie. Ja, ja, ja. Dus dit is echt een de Eisenhower dollar. En we hebben ook... $0.50. $0.50. Die, is €99. Die is €99. De munten zijn natuurlijk gewoon goedkoper. ja, we verkopen al lang de gewone Tuk-munt. Tuk staat voor Tango Ultimate Coin. En dat is eigenlijk, zijn dat, ja, je moet een beetje verklappen wel, twee munten die je kunt laten uitzien als twee. Of één munt die je kunt laten uitzien als twee munten, maar ook als één munt. En die... lokt, zeg maar, zodat je hem als één munt kunt gebruiken. Dit zijn er, de naam zegt het al, triple, 3 munten die kunnen nesten, zeg maar. Mm-hmm. En je kunt zelf bepalen of ze locking worden genest, dat is even het vaktaal. Dus of het, dan kun je hem echt omhoog flippen bij elkaar, of dat ze het je los van elkaar kunt halen met een hele simpele handeling. Dus dat kun je zelf uitkiezen. En er zaten iets van 30 routines bij op video, dat is wel heel veel, van Tango Magic is dit. Ja, ook een gaaf ding. Coin to Pepper stond er ook op. Coin to? Pepper. Coin to Pepper. Ja, dat stond ik heb deze video niet gezien, want het is echt allemaal heel vers. Liet hij een munt signeren, vond ik wel grappig. En die kwam dan in een paprika terecht. Oh, die manier. Oh ja, Pepper. Ik dacht Peper. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Vond ik wel grappig. Ja. Ja, mooi. En dit was natuurlijk maar één van de routines. Hè. Ik weet, Marcelo, de eigenaar van Tango, die liet mij een coins cross routine zien waarbij... munt één voor één van de hand van de toeschouwer. Dus 3 munten, 4 munten op de hand van de toeschouwer. Toeschouwer sluit zijn hand, jij maakt je hand dicht. Munt verdwijnen met de toeschouwer komt in jouw hand. Dus verplaatsing van de toeschouwer naar jouw hand. Eén voor één. Mm-hmm. Heel mooi. En op het einde ben je volledig clean. Dan moet ik ook nog even gaan bekijken, die routine. Als je Tuk zou kopen, zou ik je aanraden om misschien ook nog een paar munten erbij te bestellen. Ja. Als je de $0.50 versie bestelt, dan zou ik er wel een paar $0.50 bij bestellen. Dan kun je meer met de Tuk doen, zeg maar. Dat is zo, dat klopt. En met Eisenhower moeten we misschien toch munten. Ja, we moeten even kijken of we munten gaan regelen. Die hebben we nu nog niet, maar even, dat we die wel inderdaad even op de kop gaan tikken. Dat we die ook kunnen aanvullen. Ja. Duidelijk. Ja, om nog even in kaartenland te blijven, hebben we ook deze kaart. We hebben er veel vraag naar gehad, al jaren. Vroeger waren die van Piatnik, maar wel een beetje een... persoon kon ik niet zo mooi uitvoeren, met heel veel kleuren en strepen, noem maar op. Ja, het is wat het is. Dit is wat op het doosje staat. Dit zijn alfabetkaarten. Alfabetkaart. Wat is de truc? Die is er niet. Maar je hebt gewoon het complete alfabet eenmaal. Dus 26 kaarten. Van A tot en met Z. Met een bicycle rugzijde trouwens. In dit spel zitten. Wat kun je daarmee doen? Ja. Je zou... Er zitten geen trucs bij overigens. Er zijn sommige trucs waar je voor kunt gebruiken. We hebben bijvoorbeeld een truc waar mensen allemaal kaarten mogen schudden met letters erop. En vervolgens worden die in vakjes gezet. En dan haal je een doek weg en dan staat er bijvoorbeeld plotseling, noem maar iets, happy birthday. Dat het exacte volgorde is die een woord vormt terwijl de kaarten eigenlijk geschud zijn. Maar dan heb je wel wat meer kaarten nodig. Dan heb je meer kaarten nodig. Maar het is in principe, ja, hier zit gewoon alles één keer in. We zijn niet goedkoop.
28,50 voor één set. Dus het is niet dat ik nou zeg, koop je. Mm-hmm. Maar het is wel echt goed gedrukt. Mooi gemaakt. Dat zijn de alfabet cards. Ja, het is wat het is. Je moet er zelf even een toepassing voor verzinnen. Maar het is wel iets waar we veel vraag naar hebben gehad altijd. Dus toen we zagen dat dit uitkwam, dachten we, die moeten we zeker hebben. Dan gaan we een paar mensen blij maken. Yep. Alphabet cards. Alphabet cards. Dan gaan we naar iets anders toe. Ben benieuwd. Spelkaarten. Stift. René, zou jij hier iets op willen schrijven in je naam? Blankenkaarten. Ja. Oh ja. R-E-N-E. Ja, ja, ik zou mijn naam erop zetten. Mooi. Tadaa. Draai je een kaart om. Dan gaat je kaart zo in het spelletje. Dan wil ik je vragen om deze helft te schudden. Schud ik deze even. Oef. Prima. Mag je die ook even schudden? Of deze nog even schudden? Ja. Hoppakee. Dan heb ik nog iets meegenomen. Een kubus met allemaal nummertjes erop. Wil ik je vragen om die even goed te rustelen. Wil ik goed draaien? Ja. Draaien ben ik beter in dan in oplossen. Sterker nog, je kan hem niet oplossen. Probeer hem echt even helemaal, tevreden bent, hoog door. Helemaal om zeep te helpen, zo. Dat er niks meer van klopt. Tevreden? Zeker weten. Heb je zelf door elkaar gedraaid, René? Dan wil ik jou even wat vragen. Ja. Je ziet dat hier allemaal verschillende nummertjes op staan. 8, 7, 2, 1, 5, 3, 6, 3, 4. Ja. Dus als je 7 plus 2 doet, dan heb je? 9. Plus 8 is? 17. 17. Dus even voor het idee dat het allemaal verschillende uitkomsten zijn. Ja. Maar je bent hier gestopt. Ja. Zou jij deze nummertjes eventjes op willen schrijven? Ik heb hier al een roostertje gemaakt, zeg maar. Gewoon hier opschrijven, ja, allemaal. Dan 8, doe ik, mag ik het gewoon daarvoor. Ik doe het zo dan. Dus mag dat zo? Ja. 2, 7, 7 6. 6, 9, 5, 1, 4, 3, 8. Voor de mensen thuis zo. Het mooie is, jouw kaart die jij geschreven hebt, zit als het goed is hier in het spel. Uh-huh. Wil ik jou vragen om de kaart te tellen en te kijken op de hoeveelste positie jouw kaart zit. Mocht ze omdraaien dan? Ja, dat mag. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 15. Oh, zou ik allemaal. Oké. Okay. De hoeveelste kaart was het? 15. 15. Wat nou heel raar is, René. 7 plus 2 is? 9. Plus 6 is? 15. Ja. 9 plus 5 plus. Dus dat 1? 9, 14, ja. 15. 4 plus 3? 11. Plus 8? 7! 3 en 8 is 11. Ja, ik was aan het omdenken. 15. Okay. 2 plus 6? 2 plus 9. Is dit? Je hebt het op de kop, hè? Prima. Ja, ja, sorry. 2 plus 9, 11. Plus 4? 15. Wacht even. 7, 5, 12, 15. 6, 1, 7, 5, 10. 2 en 5. Schuin plus dus. 8. Ook 15. 7, 15. Mag ik die ook dan? 6 15. Plus 5, 4. Ook 15. Dus is het nou toeval of. Wacht even, dus dit kwam allemaal uit op 15? Op de kubus die je. Mag ik de kubus nou zien? Als ja, je die wil zien, het mag. Ja, nee, kijk. Oké. Okay. Als je wil kun je hem gewoon nog. Draai met elkaar nog. Oké. Okay. In principe. Okay. Een mooi ding. Het is helemaal niet moeilijk. Heel makkelijk te doen. Ja, leuk ding. En het mooie is, het geheim, wat er is en wat het mogelijk maakt, heb je vol gezien. Ik had dit op het visum ook in handen. De kubus lagen daar, ik was die kubus aan het bekijken. Ik zeg, toevallig hebben we deze al besteld. Terwijl ik in Korea was, komt dat ding in de winkel binnen op voorraad. Ik zeg, maar gaaf, maar mag ik het geheim ook zien? Zei hij, dat heb je in je hand. Toen keek ik. Oh, ik zeg, dat is wel heel goed gemaakt.
Dus ja, het is echt goed gemaakt. Super gemakkelijk. Je krijgt het compleet met video-instructies. Als je die kaarten wil gebruiken zoals wij net deden, zoals in het filmpje ook gedaan wordt, kun je het even bijbestellen. Blanco. Eigenlijk bij voetspel wel Blanco Blanco. Oh, dat kan ook. Maar dat kan super, ja, dat hier ook mee. Ja. Leuk. En Cubic kost 49,95. Dat vind ik ook nog meevallen. Ook nog. En het is echt degelijk gemaakt. Ja, echt goede kubus ook. Ja. Ja, mooi hoor. Van Francis Menotti is dit. Nice. Mooi, mooi. Ja. Nice. De kaarten. Hé, hey, we gaan een sneltrein. Ik heb hier nog iets. Ja, ik doe even eerst dit, want dat heb ik zo meteen nodig natuurlijk. Heb je dorst? Ik denk dat het een beetje blauw is, nog niet. En ik heb een boekje. Een boekje, een soort blokje met allerlei bekende vissen uit de film Nemo. Jij mag zelf ergens een pagina optillen. Yes. Ja? Oh, kijk, we hebben dus zelfs onze held Nemo de zelf. Lievelingsvis. Lievelingsvis? Echt? Oké. Okay. Ja, uit die film dan, hè? Ja. Uit de hele film om. Scheer hem er even zo uit. Ik ben zeggen zonde, maar het is echt niet zonde. Zo. Maar is leuk, en dan kun je die pagina kun je tot een soort van rolletje maken. Zo, zie. Even zo. En als je aan je vingers knipt, doe je dit. Kijk, en hij zwemt. Kom. En hij zwemt in allerlei snelheden. Maar leuk is, je had Nemo gekozen, je hebt eruit gescheurd. Maar Nemo zit nu daar. Dat betekent dat je pagina verder leeg is. Dus heb je geen vis meer. Lost Fish. Nou, hij blijft hier gewoon doorzwemmen zolang hij in het water zit. Wat je krijgt is deze speciale blok met alle vissen erin. Heel mooi gemaakt, dik, stevig papier. Dit is er niet echt uitgescheurd. Ja, ik heb het er uitgescheurd, maar het zijn allemaal inkepingen. Dus dit blad kun je er dus terug in maken en dan kun je opnieuw gebruiken. Dus niet dat je dit weg moet gooien en dat je blok steeds dunner wordt. Het is allemaal verstevigd, dus gaat lang mee. Lost Fish kost 39,50. Krijg je dus compleet met een blok. Met een plantje, zodat er iets meer in het water zit. En zolang het visje in het water zit, ik ga hem er even uit. Zwemt hij door. Hij zwemt in 3 snelheden na elkaar. Dus hij blijft niet alleen maar rondjes zwemmen. Ziet nu stopt hij ook. Er zitten 2 sensoren op. Zodra hij in het water valt, gaat hij zwemmen. Heel ook makkelijk te doen. Lost Fish. Ik ga hem er even uithalen. Dan blijft hij. Maar wat is nou die ene vis? Is een andere vis gekozen. Ja, die haai past er sowieso niet meer. Dat was een probleem geweest. Ja, in principe, dat regel je zelf natuurlijk. Ja. Zo'n erg leuk ding. Super gemakkelijk ook. Ik ga hem neerleggen. Oh, dan kan dat zijn. Oh, hey. We zitten in dierenland nu. Oh. Ze zijn weer terug. Ja, 39,50 was hij. Ja. 8 jaar heeft het geduurd. De firma Magic Masters. Ik denk dat het een van de meest verkochte dingetjes is geweest op toneelgebied ooit. Hier in de winkel verkocht hebben. De winkel bestaat dit jaar 20 jaar, zoals je weet. En ik heb nou zoveel van die originele Rocky Raccoons ooit verkocht. Nou, inmiddels zijn alle dieren weer terug in productie genomen. Behalve dan nu de Rocky Raccoon. Die komt ook, maar we hebben alle andere dieren hebben we. We gaan ze nu het is de Red Fox. Laten zien. Ja, de Red Fox. Als ik het dan bijt nooit. Nou, toevallig doet het normaal niet. Het stuift ook helemaal niet zoals ze nieuw zijn. Er zijn ook, waar ik heel blij mee ben, is dat er een goede veer. Ja, een goede veer. Ja, dat mag wel verklappen. Het is noemen we spring animal. Dat betekent eigenlijk veerdier, er zit een veer in en dan kun je, doordat je die manipuleert met je vingers, kun je hem laten leven. Ik doe het normaal niet zo, maar misschien heeft hij ook al honger. Zie je, honger? Dat is een plek. Is de Red Fox? Ja, is de Red Fox inderdaad. En de konijn? Ja, de konijn ook. Erg leuk, die hadden we voorheen nooit eigenlijk, maar dat is toch wel grappig eigenlijk. Daar kun je wel leuke dingen mee doen. Voor de hoed produceren. Zie ik hem ook, hè. Zo eruit halen, dat is wel leuk. Dus, en een konijn. Dat stuift allemaal niet normaal. Ja, ga alweer. Dat is de rabbit inderdaad, Pieter de rabbit. Dan hebben we de Black Fox. Ja, dat zeg ik. Black Fox. Black Fox. De Black Fox? Ja. Oh. Ja, Black Fox. Ja, ook mooi. Dan hebben wij nog de Silver Fox. Ook mooi. Ziet er eigenlijk uit als Rocky, maar dan wat lichter van kleur. En dan hebben we nog eentje waar ik eigenlijk geen ervaring mee heb. Nee, die hebben we er wel even bijgepakt, maar die hebben inderdaad ook zelf geen ervaring mee. Hebben we al vroeger veel verkocht. Oh. Dat is een heel klein diertje eigenlijk. Dat kun je ook op je hand laten leven. Of nice. Laten leven inderdaad. Dus de
Judy the Mouse inderdaad. Hè. Ja, dat is een beetje een raar diertje. Zie je, kun je, het zit in je hand, die kan ook... Moet je even mee spelen. Judy the Mouse. Prijzen! 59 euro, dacht ik, ja, voor deze grote jongens. Stuk, ja. En deze is 22,50. Ja. En heb een beetje uit te leggen, denk ik, 59 euro is misschien best veel geld. Vind ik meevallen. Waarom? Toen 8 jaar geleden deze dieren verdwenen, is er een andere firma in het gat gesprongen en die heeft ook diertjes geproduceerd. Firma Magic Makers. Ja, kwalitatief kwamen die niet in de buurt van dit, vond ik. Het waren wel leuke beestjes, maar dit was heel hard en het ging vaak stuk. Dit is ook al hard hoor, maar ander materiaal. Meestal was dit ook meer stof wat hierin zat. Ja. En het irritante was dan als je het dan wou laten bewegen, dan moest je hem hier pakken, dus dan deed hij eigenlijk alleen dit. Ja. En dan mooie bij deze is, je kunt er bijna helemaal voor aanpakken, dus het lijkt ook meer dat hij... Dat hij beweegt. Deze zijn ook stil. Ja. En die anderen die andere waren heel stroef. Er zat een hele dikke veer en hoorde je echt zo. Ja, een plastic zak hoorde je erin kraken. Ja, ja. En die kosten toen ook rond de... Dat, nou, we hebben trouwens nog steeds een ding hiervan. Rond voor 50 euro dacht ik al. 50 of 55 euro. Dus in principe, voor tientje meer heb je nu de originele dieren. Ja, dat zijn gewoon de beste. Dus Rocky Raccoon komt er ook nog aan. Die laten we ook zeker nog zien als die binnenkomt. Zijn die gemaakt van... Konijnenpels. Echt, konijnenpels. Ja. Dit is wel een konijn dan. Ja, ja. Ja, we zijn er nu even doorheen. We hebben veel meer nieuwe dingen, maar nogmaals, sommige dingen zijn ook al bijna uitverkocht, al compleet uitverkocht, dus die kunnen we ook niet laten zien nu. Situatie is als volgt, gezien de vakantie. Ik ga maandag met vakantie. Leon werkt nog een weekje door. En dat betekent dat we vanaf 30 juli is onze winkel 2 weken gesloten. Nou, de webwinkel is gewoon open. Je kunt gewoon bestellen. Maar je bestellingen blijven liggen, zeg maar. Totdat we weer beginnen. En op 12 augustus, die week, beginnen wij weer met werken. En dan gaat alles weer lopen. Worden bestellingen verstuurd. Geen uitzonderingen. Alles wat binnenkomt tussen, zullen we zeggen, 28 juli en 12 augustus. Dat gaat pas... vanaf 12 augustus is de deur uit weer. ben ik nog iets vergeten verder? Nee, hè? Zover ik weet niet. Nee, volgens mij niet. Ja, mocht jij ook een vakantie krijgen waar we wel van uitgaan, maar misschien heb je hem al gehad nu, dan wens ik je een hele fijne vakantie. Mocht je vragen hebben over andere dingen, nou, je kunt altijd bellen, mailen, via Facebook, via weet ik het allemaal. Heel lompen. Uiteraard ben je altijd welkom in de winkel. Ook als je dingen wil bekijken of net soort dieren wil voelen en wil kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Ben je altijd welkom in de winkel. Volgende week zijn we nog gewoon de hele week open, dus dan 2 weken niet. En daarna ben je van harte welkom. Dat was het voor update 92, als ik het goed heb. Jullie allemaal een fijne vakantie ook, als jullie op vakantie aan. Ja. We zien jullie natuurlijk nou nog graag verschijnen. Ja, dat betekent trouwens dat we de komende 3 weken... ook geen update meer komt. En de eerstvolgende update zal, denk ik, dan in de week van 12 augustus komen. Als we daar tijd voor krijgen. Want ik kan me voorstellen dat het een drukke week gaat worden. Dus, in ieder geval, tot de volgende update. 93, ergens in augustus. Doei. Doei.